Cédric Delmarche. Ik zeg Demarché, dat is zo lachen. Dan ben je vanuit Tsjechië teruggekomen en dan pak je gelijk weer de cup. Ja, inderdaad. We hebben heel het seizoen hard gewerkt om hier te staan. En vandaag hebben we ook weer laten zien dat wij de beste ploeg zijn van België. Nu verder naar de Benelleague en laten zien dat we ook de beste zijn in de Benelleague. Het was geen makkie, hè? Nee, dat zeker niet. Herenthal speelt hard en dat weten wij. Maar we hebben vandaag laten zien waarom wij op de eerste plaats staan. En nu verder doen, hè. Ja, ik zei het al tegen de coach. Nu komen de play-offs. Ja, inderdaad. We hebben nog een paar matchen nu. Ik denk 3 matchen en dan beginnen de play-offs. Maar we moeten gewoon nu even vieren en dan daarna terug focussen op die play-offs. En dan zie ik je wel weer verschijnen. Ja, inderdaad. Hopelijk kan ik dan ook weer een goaltje maken, maar dat zullen we dan wel zien. Het best belangrijkste is dat we gewoon hebben kunnen winnen. Ja, want we maken die 1-1. Ik denk, nou, dat kan wel spannend worden. Maar ja, Jordan Paulus met een wereldgoal. En die van jou was ook aardig. Ja, inderdaad. Het was goed dat we snel hebben gereageerd op die 2 goals. Jordan met een hele mooie solo actie, coast to coast en one finish. En dan zijn wij er even op gekomen en hebben we direct van de face-off kunnen scoren. Dus dat is top. Kan niet beter. Succes. Maak het niet te laat. En we spreken elkaar in de play-offs. Ja, en bedankt, hè.